Hey, yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie een nieuwe servo-tour hier op Shadow World. En um, ja, ik heb één ding te zeggen. Holy shit. Jullie hebben echt, er gewoon zoveel reacties achtergelaten onder de laatste en, ja, de eerste servertour. Het, 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 het is gewoon niet normaal. Ik heb gewoon wat 60 comments en, en, en gewoon bult. En gewoon bootladingen vol met. Met redenen waarom jullie allemaal op de server willen. En ik heb een keuze gemaakt, jawel. Um, ik, 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 ik heb echt een, een, een uur. Ja, ik heb een uur zitten lezen door al die reacties heen. Want het, 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 het was. Het, het is gewoon schandelijk. Jullie mogen het gewoon blijven doen. Helemaal niet erg. Maar ik probeer wel alle meuk in één reactie te doen. Want ik had ook sommige mensen die. hebben... Um, zeg maar. Uh, drie comments geplaatst met een reden: en een Skype-naam en een Minecraft-naam. Skype-naam is inderdaad wel goed dat je die erbij zet, maar ik had gezegd: één. Uh, um, ja, één comment en niet drie. Dus ja, daarvoor. Ja, dat is, dat is een beetje niet zo goed, maar dat maakt niet uit. Uh, het was ook een beetje de eerste Surf-tour, dus. Uh, ja, maar goed. Degene die we op de whitelist gaan zetten is: slash, uh, word even goed typen natuurlijk: whitelist. At Jee, de Full Hammer. Added Full Hammer to Whitelist. wel jij mag op de server gaan a bouwen. By the way, jongens, nog even over het hele uh, bouwding. Waar je precies mag bouwen. Je mag gewoon overal bouwen. Maar je hoeft niet echt per se contact met mij op te nemen. Wat er ook wordt uh, gezegd in de. Um... In de Ronald zegt, uh, ja, zinnen zeg maar, want nou ja, dat is een soort van het bericht en dat heb ik gemaakt. Ronald zegt, klinkt wel leuk, maar ja, dat zegt, dat staat in zeg maar van, uh, nou ja, bouw uh, ergens, maar neem wel eerst contact op met Ronald. Nou, dat hoeft niet echt. Je mag gewoon bouwen, zolang je maar niet echt per se... Um... Uh, ja, tegen alles aan gaat bouwen. Je mag hier bijvoorbeeld niet bouwen. Lijkt me ook wel logisch. En het lijkt me ook een beetje droog. Als je hier gaat bouwen. Hier op deze plek. Of als je daarop gaat bouwen. Of uh, als je bijvoorbeeld. Weet ik het. Hier in dit hoekje wilt bouwen. Kijk, mijn zegen heb je om hier te gaan bouwen. Maar het lijkt me niet echt een mooie plek. Maar om ook gewoon daar te gaan bouwen. Dat zou ook gewoon overdreven zijn. Hou gewoon een beetje rekening mee met, uh, met andere mensen en alles. Dus uh, ja, maar goed, eens even kijken. Wel, ik ga vandaag eens even aan uh, jullie laten zien wat voor meuk er allemaal is gebeurd hier in de server. Wel, als eerste, uh, we hebben een dak gebouwd op de uh, yeah, shop-building, zeg maar. Dit, uh, wat de block-shop en alles, er moeten nog allemaal signs bij en zo. Ik ga proberen om voor de volgende servertour uh, al die signs uh, er te hebben. Of in ieder geval met de cobblestone, zodat jullie in ieder geval al wat basic dingen kunnen gaan kopen. Als je ook uh, slash, volgens mij was het slash money doet. Ja, dan krijg je uh, dat in beeld. Je start met wat 5000 of zo. En uh, een diamond kost dan bijvoorbeeld 10.000 of zo. Dus snap je, het is gewoon. Het kost niet uh, 1 of 2 uh, euro of zo. Je start niet met 50 cent. Nee, het is gewoon. Je start met een redelijk groot bedrag. Maar zoals cobblestone of zo. Voor 10 cobblestone is het bijvoorbeeld. Uh, ja, 1 per, per ding. Dus 1 dollar per cobblestone. En meneer Kip, wat denk je al niet? moet het hier. Nee, jongens, joh, willen wij hier niet. Godverdomme kip, nou heb je dit weer stuk gemaakt. Waar je doet dus. No please dolan. Maar goed, ja, we zitten ze dak op de shop. En um, je kunt hier zeg maar alles kopen wat je je maar begeert. De uh, ore shop en de special item shop, die moet nog gebouwd worden. Uh, by the way jongens, er komt ook een netter shop. Alleen die komt, uh, denk ik... Ja, ik zit een beetje te twijfelen of ik hem, zeg maar, in dat netter building wil hebben. Uh, nether building, waar is dat nether building? Nether building. Netter building, waar ben jij? Nether building, waar ben jij? Daar, daar zit nether portal in. En uh, ik zit te twijfelen of ik daar ook een shop wil doen voor een netter muk. Of gewoon de shop in de netter zelf. Dat weet ik nog niet. Laat even achter in de comments, jongens. Wat zouden jullie willen? Zal ik uh, de shop in de netter bouwen voor de netter meuk, Of zal ik hem. Uh... Ja, hier ergens in bouwen of ofzo. Maar goed, hier komt de uh, ja, special mug shop dus. Kun je kunt zo naar beneden en alles. En uh, wel, ja dat moet nog helemaal diep gemaakt worden. Hallo mister, he seksuele leden. En uh, wel, dat moet dus helemaal nog gebouwd worden en alles. Dus uh, deze shop die zou, ik weet niet wanneer klaar zijn. Daar moeten we gewoon even tijd voor vinden. Wij zijn ook heel druk bezig met pixelmon en alles. En uh, die torens die uh, moeten we allemaal nog bouwen en... Uh, ja, er moet nog heel veel aan gedaan worden. Maar in ieder geval, jongens, dit was zeg maar de uh, ja, Eens Even kijken, wat ga ik nog meer aan jullie laten zien? Uh, ik ga wel even de net erin gaan. En dan kan ik jullie even laten zien wat tot nu toe de net erin uh, houdt. Oh, wacht, kijk. Mijn uh, standbeeld had uh, Ivo wat veranderd. Want uh, nou, dit ziet er wat vriendelijker uit, zeg maar. We moeten nog een beetje uh, ja, fancy doen. Zoals met dit of zo. Weet je wel dat dit er uh, nog zo afgaat of zo. Dat, 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 dat moeten we nog even kijken. Ik vind dit er wel redelijk uitzien. Mijn standbeeld. Dus uh, ja, kijk, het lijkt het, het wel aardig, hè? Zie je, het lijkt wel. Ja, het lijkt. Toch? Of, of lijkt het niet? Het lijkt wel, hè? Ja, ja het lijkt wel. Uh, ik heb nog werkelijk geen idee of we dit zo gaan laten. Uh, het moet nog even bekeken worden, maar. Uh, uh, ja. Eens even kijken, goed. Wel, Poetersveld, er is niks aan veranderd. Oh ja, ik zal jullie net laten zien, hè? Dat is ook zo. Als ik een beetje niet uit mijn woorden kan komen, spijt mij enorm, jongens. Maar uh, ja, ik ben een beetje niet echt lekker vandaag. Maar ja, uh, the show must go on, by the way. Hier moet echt nog wat aan gebeuren. Want dit, dat is ook gewoon helemaal niks. Oh, wacht even, wacht even. Ivo en uh, Jelle waren bezig met een jump map. En dat wil ik eigenlijk wel even gaan bekijken. Gaan we zo de net erin, jongens. Maar ik wil eerst even hun uh, jump map ding bekijken. Dit is nog niet klaar volgens mij. Maar uh, ik heb eigenlijk geen idee wat ze gaan hebben gedaan. Oh god, dat is de nieuwe skin van Tim natuurlijk. Oh god. Kijk, dat is. Oh, parkour. Ja, daar wil ik even in zo. Thank you very much. La 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 la. Cave parkour. volg the glowstone. Ha, cap. Oké. Okay. Wauw, dat hebben ze echt veranderd. Want wow, dit is echt wel cool. Kijk, met lava. Oh, ze hebben hier echt aan gewerkt. Wauw, dat is wel heel cool. Oké, okay, je kunt dus. Hier moet je dan zo. Oh, god, ja. Nee. Jongens, dit is niet handig als jullie dit zo. Wauw. Oké, okay, en huh. Een hard idee. Oké, okay, het is nog dus totaal niet uh, verder. Oh, wat de fuck is dit? Gaat het wel verder. Oh, wat, wat doet het water hier dan? Wie heeft het water hier? Huh, Spartacus. Dicht met die meuk. Ofzo. Wat is dit nou hierboven? Wat de fuck? <laughs> het zal dicht met die meuk. Zo. Goed, nou, eh, uh, from the start. Even kijken, allee. Allee. Oh god. Voor parcours heb ik met een sprint nodig. En dat was voor de Hunger Games. Oh, nou, fuck it. Checkpoint. Checkpoint system. Yeah, buddy. Even kijken. Holy shit. Hoe moet je dit halen? Wat is dit voor meuk? Oh, je moet hierop springen, oké. Okay. En dan kun je daar. En dan moet je weer hier. Oké, okay, ja. Oh, dat is wel wat Challenger. En dan hier natuurlijk. En dan hier zo langs lopen. En uh, wat ga je hier dan weer naar beneden ofzo? Oh, dat is Cloakstone, ja, oké. En dan moet je hier rond dit parcours natuurlijk ofzo. I don't know. Moet je hier gewoon allemaal door parcouren. Wat, wat is hier nou aan dan? Wat is... <laughs> dit moet waarschijnlijk nog gemaakt worden. Kun je nu twee kanten... Kun je nu serieus twee kanten op? Nee, kun je kunt één kant op. Oké, okay, dat was dus ook een beetje onduidelijk. Het moet nog een beetje afgemaakt worden. Ja, het is toch ook nog zo lang niet klaar. Maar dit is zeg maar de weg wat het parcours zal gaan hebben. Wat is dit? Dat moet dus wat worden dus uitgegraven nog wel? Oké, okay, seems legit. Oké, okay, goed. Dan kan ik nu het hele stuk terug gaan naar die idiote netter meuk? Hatschiedie, ah, even kijken. Hatsaflats, uh, even kijken. Ik vind dit wel leuk gemaakt eigenlijk. Het is wel challenge, maar uh, het is serieus leuk. Kun je hier ook langs eigenlijk. Hup, hup, hup. Dat is veel easier. Fix dat jongens, dat mag niet. Oké, okay, kun je ook weer terug zo. Oké, okay, goed. Nou, la. Ik zal dit even maken, want anders gaat ze waarschijnlijk helemaal surren van... Ik ben geweest. Ik ben zo zo. Even kijken. Zo. Daarboven. La 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 la. Hier komt dus parcours. Dat is compleet aan uh, Jelle en Ivo, Even kijken. Goed. Gaan we nu naar de Net Hard. Oh ja, trouwens jongens. Dit is niet mijn nieuwe skin. Dit is gewoon even iets voor Pixelmon. Dus uh, ja. Verwacht dat die skins gauw. Uh, uh, ja, er weer andere dingen uh, gaan gebeuren. Dat die skin weer gewoon uh, normaal is. Maar ik had even geen tijd om die skin te changen. Want ik ga zo dingen opnemen. En ik wou gewoon even snel dit klaar hebben. Goed, Antonet rant away. De netter wordt binnenkort nog gefixt. Ik wil het eigenlijk in een, uh, uh, wat de fuck is dit nou allemaal? Ik wil het eigenlijk in een. Uh, de godsnonder du. Ga dan. Ah, Oké, okay, jezus. Oh, god like en meuk en vreemd. FPS meuk. Kijk, dit is dus niet echt de netter die we willen. Het is een beetje allemaal heel erg falend, want dit ding is op een heel erg kutplek gespawnd. Vliegt dit hele ding nou? Wat de fuck volgens mij vliegt dit? Oh, hallo, Sobipikmens. <tied> Kom met mijn me, <tied> oké. Okay. Oh nee, het vliegt niet. Wauw, dat is wel behoorlijk epic. Maar het is gewoon niet te doen om hier gewoon fatsoenlijke spawn en alles te bouwen. Het is wel een epische netter, maar. Wees nou even eerlijk, wat, 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 wat kun je hier nou doen? Je kunt hier helemaal niks. Het is alleen maar meuk. En, en, en nog meer meuk. En, en meuk en zo. En het is niet zo dat je hier naar beneden kunt springen. En dat je dan daar bijvoorbeeld uh, een bucket met water onder plaatst. Want water werkt niet in de netter, Dus dat is ook best wel kut. Maar ja, je, je wordt nog aan gewerkt. Ik hoop, by the way, dat ik binnenkort ook iets met Jordi weer kan gaan doen. Want zijn mic doet het nog steeds niet. En oh my god, dit is echt nog stokkoud. Oh, dat moet nog gefixt worden. Oké, okay, goed. Nou, la 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 la. By the way, jongens. Nog even wat over de PvP-arena. De PvP-arena uh, gaat met evenement inhouden. Je mag gewoon met vrienden niet gewoon PvP'en. Met je eigen stuff natuurlijk. Mob-arena. Ik weet niet of dat nog doorgaat. Uh, we gaan er wel aan werken om misschien iets met uh, de Moral World-plug-in uh, te doen. Daar ga ik met uh, Tim en Ivo en zo aan werken. Want uh, die hebben een beetje verstand van al die meuk. Ik totaal gewoon niet. Ik, ik ben... Ik, ik, ik streek met alle eer eigenlijk. Net zoals ik dat grote standbeeld dat heb neergezet van mezelf. Dus ja. Maar... Um... Ja, dat heeft te zaken mee mijn, mijn ego, nee, maar ik ga dus, uh, of nou, wij gaan eigenlijk met een soort van more world uh, plugin, dat is maar dat je meerdere mappen in de server kunt hebben, en dan met, uh, met warps of met teleport systems volgens mij, kijk, dit bedoel ik dus, ik snap er geen van, maar, um, ja, dan kunnen we misschien wel een Hunger Games lobby maken, en daar kunnen we dan weer uh, teleport systems voor doen, en we kunnen volgens mij ook dan uh, wel iets met... Een creative world doen. Een, 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 een gigantisch uh, kasteel of zo, die mensen kunnen gaan bezichtigen. Dat we dat kunnen gaan maken. Gewoon, zeg maar. Creative meuken dus eigenlijk. Maar dat uh, er ook een soort adventure map in komt. Gewoon, weet je al, we hebben nog heel veel ideeën daarvoor. Want we hadden wel een enorm idee om een kasteel te bouwen. Alleen, en om daar gewoon iets van evenementen te doen of zo. Dat we daar die mob arena en minigames. Alleen hebben we een soort van minigame lobby, zeg maar. En dat, uh, uh, ja, dat zeg maar, de hoofdteleporters dus vooral die meuken. Dat je dan door het teleport naar de. Uh, ja, wereld zelf voor die dingen en alles dus zo. Of je niet duizenden servers te hosten. Maar ik heb eigenlijk geen idee of dat allemaal een ding kan worden. Dus daarvoor zal ik eerst uh, mijn plugin adviseurs moeten raadplegen. Maar ja, bikinibroek trouwens, jongens. Dat um, uh, gaan we afmaken. Daar komt de krokante toren. Daar zo, op dat plekje daar. En er uh, komt ook nog de, de bol van Sandy. komt er nog. Weet je wat, jongens. Laat even achter in de comments. willen jullie hier een krokante toren? Of willen jullie hier de bol van Sandy? Want. Er is wel een kolkante krab en om daar nou zo'n kolkante toren bij te doen... Dat is, ik ik, op een moment, ik is op niet verkeerd ben ik graps. Ze is absoluut mijn all-time favorite uh, cartoon-character. Naast Winnie natuurlijk. Maar... Uh, het is gewoon best wel droog dat we hier niet gewoon iets van... Uh, uh, ja, de toren maken, zo hup en dat daar. Die, die, die kokkante krap staat, dat klopt gewoon niet. En ik zeg wel dat ik Winnie de Poel leuk vind, dat ben ik kraps. Maar eigenlijk is dat niet zo. Ik vind Winnie de Poel grappiger dan nou, daar eigenlijk ook niet. Ik weet. Hoe kom je in dan nu hebben? Nou, dat. Uh, fuck it, laat ook maar. Winnie die Poel is Funny. Ik hou hem, tenminste totdat ik zo de mythe kreeg. Maar met met die is niet meer die. Copy, copy trademark meuk. Dat zou ik op een nieuwe skin moeten overgaan. Dus uh, ja, helaas. Pindakaas. Moeten we het hele Winnie de Pooh thema laten droppen en alles. Als ik echt groot begin te worden, 2000 subs en zo. Dan denk ik wel dat we ja, helaas de weer Winnie de Pooh thema weg moeten doen. Maar ik lul nog allemaal over dingen wat er niet eens aan de orde is. Misschien heb ik op dat punt wel een compleet nieuw thema. Het hangt er vanaf voorlopig blijven gewoon nog Winnie de Pooh doen. Misschien ga ik wel uh, 2014 in met een uh, nieuw thema. voor Shadow Games 23. Met andere skin, andere meuk. Who fucking knows? Ik heb wel uh, een paar hele leuke ideeën voor skins en alles. Ik, uh, we zien het wel gewoon, oké okay, mensen? Maar goed, ik denk dat we het hier ben gaan laten voor vandaag. Ik heb jullie wel een beetje uh, ja, ingelicht over de murk die op dit moment draait met de server. Ik heb jullie ingelicht over de uh, ja, murk rond het thema van Shadow Games 23 met de hele winnie die poeders in principe. Dat uh, moet uiteindelijk wel anders, dat weet ik sowieso. Want uh, ik kan, ik, ik kan copy, uh, copy trademarks krijgen, of copy mijn trademarks. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt, maar dat kan ik aan de kont krijgen en daar heb ik dus echt geen zin in. Dus dan zou ik uiteindelijk over moeten gaan op een nieuwe scanner en alles. Echt super fucking jammer. Maar uh, het is nu helemaal zo. En ik wil dat uh, misschien wel gaan doen in 2014. Maar goed, tot de volgende keer jongens. Bedankt voor het kijken. Redelijk slecht nieuws dus met die uh, copyment, uh, copy, copy trademark merk. Ik heb nog niks gehad hoor, trouwens daarvan. Maar uh, ik wil het risico eigenlijk niet lopen. Maar uh, we zien het allemaal wel hoe het allemaal uh, gaat. Maar bereid je er maar wel eens nog voor dat in 2014 er een hoop gaat veranderen in die Shadowgames 23. Dus jongens, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Like de video. Abonneer als je het niet hebt gedaan. Wil je ook op deze server, moet je een paar dingen doen. Je moet natuurlijk even uh, uh, je Minecraft-naam achterlaten in de comments. Met een reden erin waarom je op deze server zou willen en zou moeten. Doe het alsjeblieft in één comment. Het zou ook wel fijn zijn als je even je Skype-naam erbij zet. En als er problemen zijn, dan kan ik contact met jou opnemen via Skype. Het is niet verplicht, maar het zou een stuk uh, ja, gedonder schelen. Dus tot voor de keer. Bedankt voor het kijken. Uh... Volg me nog even op Twitter at Daar vind je alle informatica. Dus tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.